gaat over Joodse families in Dedemsvaart en Balkbrug. Rond 1880, zo'n 150 jaar geleden, kwamen er vele Joodse families naar Dedemsvaart en Balkbrug. Na het graven van de kanaal de Dedemsvaart ontstonden er vele activiteiten en dat trok mensen aan om zich hier te vestigen. Sinds 1886 had de Joodse gemeenschap hier op de markt een eigen synagoge die tot de bezetting 1940 in gebruik is geweest. Deze plek is nu een gedenksteen. In het begin van de jaren 30 vluchten vele Joden uit angst voor het groeiend antisemitisme vanuit Duitsland naar Nederland. Na de Kristallnacht in 1938 nam het aantal vluchtelingen sterk toe. Zelfs met speciale kindertransporten arriveerden er in een korte tijd 15.000 alleenstaande kinderen. En er werd een klemmend beroep gedaan op Joodse families om deze kinderen op te nemen. Kamp Westerbork is daarvoor in eerste instantie gebouwd om deze kinderen daar te plaatsen. In de oorlog werden de Joden voor een groot deel naar Westerbork getransporteerd en werden van daaruit op transport gezet naar de vernietigingskampen van Auschwitz, Sobibor en vele andere kampen. Ze werden omgebracht om etnische zuivering, alleen om het feit dat ze Jood waren. Van de ongeveer 140.000 Joden in Nederland zijn er 25.000 in leven gebleven. Mede omdat goede Nederlanders de moed hadden deze Joden te verbergen voor de Duitsers met gevaar voor eigen leven. Weinig teruggekeerde Joden konden na de oorlog met moeite hun in bewaring gegeven goederen terugkrijgen. Vlak voor de oorlog woonden er ongeveer 60 Joden in Dedemsvaart en Balkbrug. Bijna de helft met de naam Lehmann, van oorsprong uit Hannover. Zo woonde er ook een familie Maurits en Abraham Lehmann in Dedemsvaart, beiden slager van beroep. In de zomer van 1942 werden ook deze beide mannen, net als vele anderen, opgeroepen om zich te melden voor tewerkstelling in Nederlandse kampen. 3 maanden later, op zaterdagmorgen 3 oktober 1942, werden de werkkampen ontruimd en moesten de mannen zich melden bij kamp Westerbork. Onder het mom van familiehereniging werden ook hun vrouwen en kinderen van huis opgehaald en naar Westerbork gebracht, niet wetende wat hun te wachten stond. In datzelfde weekend groeide de bevolking in kamp Westerbork van 2000 naar 15.000 bewoners. Een chaotische toestand met overvolle barakken, met een groot gebrek aan bedden, voedsel en sanitaire voorzieningen. Bekend is dat van de 60 plaatselijke Joden nagenoeg allen zijn omgebracht in de vernietigingskampen. Een enkeling is teruggekeerd, maar had hier verder niets meer te zoeken in Dedemsvaart. Bezittingen waren onteigend of doorverkocht aan profiteurs. Vele Joodse huizen in Nederland waren gewoon leeggeroofd. Zo ook het lot van het gezin Abraham Lehmann, geboren in 1905 in Dedemsvaart. Hij was van beroep slager en woonde aan de Kalkwijk. Dat is nu Julianenstraat, op nummer 20, Hoek Markstraat, waar nu Aiwisch is gevestigd. Van Abraham Lehmann is bekend dat hij zich direct na het sluiten van zijn werkkamp op 3 oktober moest melden bij kamp Westerbork. Waar later diezelfde avond ook zijn vrouw Annie met hun 2 kleine kinderen van 1 en 2 jaar oud werden gebracht. Het gezin van Abraham Lehmann is na een paar weken verblijf in Westerbork uiteindelijk op 16 november 1942 op transport gesteld naar Auschwitz. Dit transport in koude goederenwagons zonder voorzieningen omvatte die dag 761 personen. Een onmenselijk transport van 70 personen in 1 goederenwagon van bijna 2 dagen, 960 kilometer zonder te stoppen, in weer en wind, geen frisse lucht, geen eten, slechts 1 tonnetje water en 1 toiletemmer. Het transport stopte zo ongeveer 100 kilometer voor kamp Westerbork, voor kamp Auschwitz. Daar werden 100 mannen tussen de 15 en 50 jaar gedwongen uit te stappen om de trein te verlaten. Ze werden als dwangarbeider te werk gesteld in de omgeving. En het is zeer goed mogelijk dat Abraham tot die groep heeft behoord. Want hij is ongeveer 1,5 jaar later, ergens in Midden-Europa, is hij om het leven gekomen. Alle overige gedeporteerden van dit transport zijn verder afgevoerd naar Auschwitz. En is ook zijn vrouw Annie Lehmann met hun dochtertje Hendrika en zoontje Meijer bij aankomst op 19 november onmiddellijk vergast. Zo zijn er nog vele verhalen van die tijd over Joodse families die hetzelfde lot zijn ondergaan. In totaal 6 miljoen, waarvan 1,5 miljoen kleine kinderen.
veelal vergast of geëxecuteerd. Vanuit kamp Westerbork werden zo'n beetje 107.000 Joden getransporteerd met 97 transporten. Per transport van wel 1.000 tot 3.000 personen. De historische vereniging Averist is vorig jaar benaderd door Joop Kolkman, nu woonachtig in Zwijndrecht, waarvan zijn opa en oma vroeger naast een Joodse familie Leeman woonden aan de Moeremstraat. Joop kan de verhalen van zijn oma nog goed herinneren. Samen met Joop en een aantal vrijwilligers van onze historische vereniging is er een plan gemaakt om stolpersteinen, messing gedenksteenplaatjes van 10 bij 10 centimeter te plaatsen bij de voormalige woonadressen van deze Joodse gezinnen in het centrum van Dedensvaart en Balkbrug. Dit stolpersteinenproject is ooit bedacht door Günther Demnig, een Duitse kunstenaar, die er inmiddels al zo'n 75.000 heeft geplaatst in heel Europa. Naar verwachting wordt volgend jaar april 35 stolpersteinen geplaatst bij 10 woonadressen in Dedensvaart en Balkbrug. Op deze manier zullen zij niet worden vergeten. De kosten voor dit project zijn door een anonieme gever betaald. En de gemeente Hardenberg heeft inmiddels toestemming verleend. En in het loop van dit jaar volgt er meer informatie over dit project van de HVA. Te lezen in de lokale dagbladen. Ik dank voor uw aandacht.